Lucie op de zolder hielen. Hij was in het pop-up. Speelslup. Lekker. Zo. Lopen omheen. Leuk, hè? En dit is plastic. Leuk hoor. Hey, een spiegel. En Maria? Logisch, zeg maar. Nieuw bewoner. Spelen met de poppen. In elkaar zetten, heuvelen en spelen. Een hele goede. Goedemorgen! Ja, welkom weer in deze nieuwe. Hallo! Wij zijn de Bellinga's familie. Dat denk ik, ga ik een keer vanaf hier openen. Want ze zijn met allen in de keuken hun ontbijt te maken. Johan heeft vandaag zijn laatste lange schooldag. Kijk dan. En ik heb een korte dag en dan ga ik gimmen in mijn nieuwe kleren. Oh, daar hebben ze zin in, hè. En Luxie en Lucius, ja, geloof dan wel. Oh. Die hebben al weekend. Oh, mooi hoor, Lucius zo. Heeft hij 100 rondjes gereden op zijn auto. Ondertussen ben ik Lucius even lekker weer aan het aankleden. Als hij 's ochtends nergens heen hoeft, dan laat ik hem altijd nog even lekker in zijn luier lopen. Want hij knoeit op het moment heel erg met eten. Kom hier. Dus dan kan hij eerst nog even lekker eten, zonder dat zijn hele kleren onder zitten. En dan kleed ik hem daarna pas aan. Hey, jongen. Alleen zoals jullie merken en zien, is deze meneer allesbehalve meewerkend. Ga je mama beklimmen? Ga je mama beklimmen? Papa? Ja. Nee, dat is niet papa. Papa is nu al Lucilla wegbrengen. En papa is naar de sportschool. En papa is naar de sportschool. Dus ik probeer hem altijd zittend op mijn schoot aan te kleden. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk al vrij snel over ben gegaan op luier broekjes, als jullie mij nog verstaan. Omdat die plakstrip dingen die gaan bij mij nooit goed bij hem. Omdat jij zoveel beweegt. Ja, dat zijn ook hartstikke handig, die broekjes. Ik heb niet altijd de uitgebreide tijd om alle kledingstukken uitgebreid te strijken, zoals ik vroeger nog wel eens deed. Daar moet ik heel eerlijk zeggen dat als ik wel eens een blouseje heb, zoals dit, en we gaan ergens naartoe of wat dan ook, dat ik het dan wel even strijk. Alleen zo nu, voor het lekker thuis rond te banjeren, vind ik het niet zo erg als het een beetje gekreukeld is. Ja. Yeah. Je hebt super jammer vingers, dus kan je... Oeh, als je met de Barbie zit spelen. Ja. Luxie, die heeft dus een Barbiehoek boven op de zolder. En daar speelt ze heel graag. En ook heel graag met Lucilla. Alleen, het is een beetje een rommeltje. Maar dan kan je wel dit, dat zeggen. De rest kan je zelf. Dus, ik dacht, misschien is het wel een goed idee om vandaag eens even, of in ieder geval vanochtend eens even bezig te gaan met haar Barbie zolder helemaal weer te restylen, op te ruimen. En weer netjes te maken, want het is nu weer even een ontplofte Barbieboel, zeg maar. Zoals misschien wellicht ouders onder ons kennen. Barbies zijn allemaal uitgekleed, alle kleertjes liggen overal en nergens. Als je er dan wil spelen, dan ja, is het niet meer zo aantrekkelijk om aan te spelen, omdat alles overhoop ligt. Vind je dat een goed idee, liefie? Hey, ja, ik weet dat je niet zo heel veel van opruimen houdt, maar als we mama jou gaat helpen met even de zolder opruimen. Maar dan ga ik in mijn Barbie-stage. Ja, dat vind ik goed. Gaan we samen naar de Barbie-zolder, goed? En deze mooie bos, bloemen, die hebben wij gisteren gekregen van visite. Ja, liefie. Wat is er? Moet ik mee? Ja, kijk, dan zit hij aan mijn been. En dan trekt hij me echt mee. Wat is er, jongen? Je hebt ook snottebel. Wil je eens even je snottebel doen? Oh. Eerst even jouw snottebel. Ja, dat vinden ze nooit leuk, I know. Maar ze hebben overal snot zitten weer. Ach. Ja, klaar. Onze speelkamer, zoals jullie wellicht weten. En boven horen jullie Luxie al spelen. Daar is zeg maar de hele poppenhoek en de Barbiehoek en dat soort dingen allemaal. Dus gaan we daar eens even kijken. Ja, ben je al begonnen? Luxie gaat ook mee naar boven. Heel goed. Kijk, papa moet nog steeds hier dat hekje voorzetten. Dat moet hij eigenlijk ook wel even doen. Als hij er vandaag tijd van heeft, deze. En hier hebben we de hele poppenzolder. Maar het staat hier een beetje vol. En je kunt eigenlijk niet echt weer alles zo makkelijk vinden. Dus ik dacht, misschien kunnen we alles gaan ordenen. Gaan uitzoeken, dat je hier wat meer ruimte krijgt weer. Dat het niet zo propperig is. Luxie en Lucius die gaan ook even hier in het Bellingafort spelen. En deze ook, dit was heel leuk. Dit was eigenlijk voor het wiegje van Lucius. Maar we hebben er een soort leeshoekje van gemaakt, zeg maar. En daar staan dan ook die boekjes in. En daarboven zijn nog de knikkerbanen van Luban.
En Barbiehuizen, Barbie spullen. En ik dacht, misschien is het wel een goed idee om dit gewoon helemaal lekker als Barbie poppenzolder te maken. Dan verplaats ik denk ik de boekenkast naar beneden. Zodat je ook makkelijker op de bank daar lekker een boekje kan lezen. Want nu gebruiken ze de boekenkast eigenlijk niet zo heel veel. Dat is mooi, hè? Oh, is die klaar? Ik kan niet de volle boekenkast meenemen naar beneden. Dus ik haal even alle boeken daar één voor één, stapeltje voor stapeltje uit. En loop ik met stapeltjes naar beneden. En dan leg ik ze daar weer in de boekenkast. Hey, zit jij hier lekker te spelen? Is dit jouw huis? De keuken van jouw hut? Oh, de beren het eten geven, natuurlijk. Die had honger. Ik hoorde zijn buik brommen. Lekker boekje lezen. Kijk, dit is een heel leuk boekje met geluidjes, jongen. Kijk, daar kan je hier op drukken. Hier, op het knopje. Hier. Op, af, af. Dat is een hond. En een poes. Alle boeken beneden neergelegd. En ik denk dat ik de boekenkast ergens daar of bij de tafel... Ja, zoals jullie zien trouwens, is dat speeltuintje is gesneuveld door het spelen met de kinderen. Die stokken waren geknakt. Dus de hele tent kon niet meer spannen van. Daarom heb ik daar gewoon die kussens weer neergezet. Maar misschien dat ik daar ergens die boekenkast neer kan zetten. En beneden, jongens. Hij was in het poppenbedje gaan zitten. Dat is toch een beetje krap, hè, jongen? Is voor de poppen. Ja, nou, ik ben even aan het uitzoeken. Daar alle poppenspullen. En hier, dit zijn alle treinen, houten treinen dingen. Die zijn misschien ook nog wel leuk voor lusjes. En nu aan het selecteren van alle Barbies. Doe ik allemaal hier in de bakken. En als ik dan kleren tegenkom. Die los zijn. Losse kleding, die doe ik dan weer hierin. En ze heeft een kleine popjes. Die doe ik dan weer daarin. Zodat we even een onderscheid hebben tussen Barbies, kleine popjes en de kleren. Dit is een trappetje van het poppenhuis. De poppen, gewoon losse poppen, die heb ik dus hierin. Kijk, hier in mijn zak met allemaal losse poppen. Dit is weer een Barbie, die gaat dan weer daarin. En dan hebben we hier weer een klein poppetje, die gaat dan weer daarin. Zie? Hier hebben we kleren, die gaat daarin. Luxie denkt, laat maar praten, ik ga met mijn poppenhuis spelen. Kijk, Liesje heeft nou die lift daarboven. Goed zo, jongen. Is ook een prinses. Oh, een prinsessenhondje. Oh, leuk. Dus heeft ze een mama, een kindje en een huisdier. Ja, en dus dan... Oh, Liesje, hou de bel hier. Het is dat er niemand is, maar niks naar beneden gooien, hè? Het is beneden ook een rotzooitje, maar dat gaan we straks opruimen. We gaan eerst hier even verder, want we zijn er nog lang niet, zoals jullie zien. Ik merk dat Liesje moe wordt, dus die gaat zo slapen. En ik wilde eigenlijk ook heel even nog naar de supermarkt toe... om broodjes te halen voor vanmiddag. Omdat Lucilla natuurlijk ook straks lekker thuis komt eten. En dan ga ik zo meteen verder als ik straks weer thuis kom. Misschien ook met Lucilla erbij. Ik zal straks even kijken. Want ik wil namelijk ook heel eventjes langs de Action. En waarom precies? Dat zien jullie straks vanzelf. Dus Lucius die wilde eigenlijk gaan slapen. En denk ja, voordat Lucius nu gaat slapen kan ik natuurlijk niet meer het huis uit. Want Daniel is nog steeds op de sportschool. Dus ga ik nu meteen de deur uit. Dan neem ik hem mee en laat ik hem in de kinderwagen. En dan kan hij onderweg in de kinderwagen lekker slapen. Terwijl ik met Luxie even de broodjes ga halen en even naar de Action ga. En Luxie had de jas ernaar gedaan. En Luxie had... Oh. Heb jij het gedaan, Luxie? Ja. Helemaal de sjaal omgedaan. Oh, heel goed van jou. De jas aangedaan. Ja, ga je mee, jongen? Nou, komen we zo weer terug, hè? Gaan we even... Luxie gaat rijden. Ja, Luxie gaat rijden. Nou, jongens. Daniel die is nog steeds niet thuis. Dus die heeft de blauwe auto... Is hij weer bij de tractor? Ja. Dus ik neem even de zilveren bus mee. Nou hoop ik dat hij het doet. Aangezien de vorige keer dus niet helemaal goed deed en dus niet naar de garage moest. Maar goed, ik neem dus de kinderwagen mee. Dat Lucius daarin kan slapen. En het regent. Lekker jongens. Ja, kijk, meneer zit weer bij de tractor. Ga je mee jongen? Mama, ga je mee? Het regent ook buiten. Ja, het regent buiten. Ja, heel lekker. Ik heb de regenjas aangedaan. Heb je goed gedaan. 1, 2. Het is een speelsleutel trouwens. Een speeltuigel. Even kijken, jullie moeten de andere kant in. Gaan we met papa zijn bus? Want mama de bus heet papa. Ja, die is nu weg. Dus ik hoop dat deze het doet. Want die was laatst had hij ook kuren. Toen je terugging met papa naar het zwembad. Ja, toen zijn ze wel bij de garage geweest. Ik ga ervan uit dat hij nou weer gemaakt is. Super jankje van de slak. Ging niet als een slak? Nou, ga er maar snel in dan. Dan hoop ik dat het nou niet meer gaat als een slak. Tata. Ja, kom maar jongen. Tata.
staan. Nou, 1, 2, hoe betekent de kinderwagen? Wie gaat mee? Nou, mama, zie, dat is een supergoed in de gordel. Kinderwagen mee? Kan Lucia zo lekker slapen in de kinderwagen? Goed zo. En dan ja, kan jullie niet neerzetten, want dan vallen we om. Nou, in ieder geval, wij gaan op naar de winkel. Hij regent wel een beetje. En Lucius die. Heb lekker een muts op. En Lucius die ligt ook maar lekker. Ik heb lekker mijn muts van mijn shirt. Ja, ik zie je. Gaan we eerst even boodschappen doen in de supermarkt, goed? Ja. Kan Lucius even lekker slapen? En hij ligt ook lekker droog. Ik kan trouwens ook wel mijn muts op doen. Ja. Zo. Kijk. Jij hebt een lekker zachte. Ja, je hebt een zachte muts, ja. Nou, Luxie gaat mij meehelpen. We hebben aardbeien nodig, hè? Aardbeien. Aardbeien, kijk, die staan hier. En hier. Oh, ja, ook daar. Oké, okay, pak je die. Vindt ze natuurlijk leuk. Dit zijn ook aardbeien. Ja, dat zijn ook aardbeien. Doe maar twee keer. Oh, zachtjes, hè, met aardbeidjes. Anders zeggen ze, auw, auw, auw. Niet zo hard naar mij gooien. Goed zo. Top. Nou, die hebben we al binnen. We hebben lekker fruit, vers fruit voor het weekend. Ja. Ik kan naar de kazijntjes toe. Weet je waar de kazijntjes liggen? Nee. Daar, bij de broodafdeling. Gaan we daar naartoe. Oh, hij is nog lekker mee in het genieten, zie ik. Oh. Nou, ze heeft de broodjes gevonden. Is een zakje pakken. Waar liggen de zakjes? Goed zo. Nee, dit is ook, ja, dit is een goeie. Maken we die open? Ja. Goed zo. Ja. Er twee toch? Ja, ze zijn er maar twee. Wil jij en Lucilla hebben geluk? Ja. Ja. Toppie. Goed gedaan. Gelukt. We hebben de broodjes. De lunch voor vanmiddag binnen. Dus we gaan weer op naar de kassa. Nee, naar de kassa. Oh. We hebben de boodschap in de auto gezet. Maar het weer is er niet beter op geworden. We gaan nu even door naar de Action toe. Maar Luxie moet eerst even plassen. Gaan we bij de biep even plassen. Precies, is ondertussen lekker droog in slaap gevallen. Mama, die blauwe bus. Jij komt onze bus. Ja, klopt ja. Die lijkt erop. Wel van daaronder een zwarte en daarboven dan en zo. Is een beetje anders, hè? Ja. Er staat bordje wc. Kunnen we daar even naar de wc? Tenminste, jij. Ja. Moet ik jou van jas vasthouden? Nou, hier. Dat is niet handig, hè? Je hebt wel een goede regenjas aangedaan. Ja. Ja. Maar, ja. Kijk, en mijn muts zit zo ja? Kan. Ja? Zo muts. Dan ja? Kan ik zo lekker naar mijn jeugd naar buiten. Maar mijn jeugd. Ja? Dit wel, dit ja? Helemaal. Ja, was niet zo erg. Nou, even randjes wassen. En dan kunnen we gaan. We gaan even naar de Action toe. Goed? Oh, dat ziet eruit. We hebben al leuke twee decoratieplantjes gevonden. Voor op de speelzolder. Als makeover. En dan gaan we hier ook kijken of we nog leuke dingetjes kunnen vinden. Zal Lucius nog even lekker tukkie doet. Ja. En die is ook wel leuk, hè? Ja. Ja, doe er maar bij. Het Luxie helemaal niet meer. Die zit achter de plant. We hebben ook van die leuke kussens lopen. Ik heb kussens genoeg, maar zo'n leuke kussens lopen eromheen. Hier, moet je eens voelen. Hé, hey, dit is plastic. Hier. Hier. Is lekker, toch? Kom, die nemen we ook mee. Kijk, dat past ook helemaal leuk bij elkaar. We gaan naar goed, jongens. Mama, deze. Kijk, wat heb je daar? Dat zijn? Barbies. Nieuwe setjes voor al je blote Barbies. Moet je ze wel weer allemaal aangekleden, hè? Ja. Ja. Maar deze sims zijn ook best mooi. Ja, maar je hebt al zo'n sim in, ja. Hè? Ja. In de regen is het gelukt. Luxie heeft allemaal Barbie kleertjes. Kan ze de blote Barbies weer aankleden. En Lucius die ligt in de bush. Kijk, die ligt hier lekker te slapen. Ik weet niet of je hem ziet. In de jungle. Ja, die slaapt lekker in de jungle. Nou, snel op naar huis. Het regent. Pijpen stelen buiten. Echt helemaal niks aan, zoals jullie zien. Maar in ieder geval, geslaagd. Voor een leuke nieuwe makeover van de poppen speelzolder. We gaan nu snel naar huis toe. Daniel is inmiddels ook weer thuis van de sport, las ik in onze chat. En dan kunnen we gaan beginnen met eerst alles opruimen. En daarna gaan we alles weer mooi inrichten. Hè? Ja. En we zijn weer thuis. Zo, nou ik ben inmiddels weer teruggekomen van een heerlijk uurtje trainen. Ja, bijna personal trainen zou je zeggen. Dat was heel erg leuk dat ik daar wat tips kreeg om de spieren heel goed en efficiënt te doen. En ik zeg dat Farah eventjes
op pad was met Lucie en Lesjes. Hey! Papa, kijk dan! Wat hebben jullie? Deze, dat is mooi. Hebben jullie allemaal geholpen? Dus hebben wij zoveel keertjes. Poppenkindertjes. Jullie zijn ons poppen. Vadertje en moedertje. Huh? Ja, was je met de grote zomerbus? Ja, ik was met de mamabus mee. Slim, dus hier denk ik neem naar de papabus mee. Ja, super. Make-over Barbie poppenzolder. Oh, wat leuk, Dus we gaan weer aan de bak, jongen. Wat leuk. Leuk hoor. Ja, het is nat buiten, hè? Het is nat, dus wij denken, we gaan lekker binnen aan de gang. Ja, precies. En dus maar staan de tweede zo de cellen. Ja, ik moet zo de cellen weer aan. Doen we het knopje zo op slot? Oké. Ja, best op slot. Heb je meegenomen? Nou, hang niet meer op het haakje. Die is mooi. Het is een nieuwe jurk. Dat is een trouwjurk of zo, zie je dat? Ja. Als ze gaan trouwen in de trouwkoets. Liesjes met die bel. Hier hebben we de bak met alle Barbies. En zoals jullie zien, hebben we heel veel Barbies. Geen kleren aan. Kan je eraf trekken. Gaat mama jou even helpen met de schaar, goed? Nou, en de schoentjes. Kijk, die kun je zo heel makkelijk hoep, aanschuiven. Jij hebt deze uitgepakt. Ja. Oh, die schoentjes van deze. Ja, die waren van deze. Nee? Oké. Okay. Ik had toch die zwarte door. Ja, die heb je ook nog. En deze Barbie heeft ook weer een mooi setje aan. Kan ze er nog bij? Of nee. Zit de wagen vol? Of mag zij in de auto? Past dat? Op deze de in de auto. Maar mam. Ja. Maar ik zie nog wel meer boze Barbies. Ja, maar we hebben ook nog, nog kleertjes. Kijk dan. Ja, daar heb je ook nog kleertjes. Ja, in deze bak zitten ook nog allemaal kleertjes. Dus daar kunnen we ook nog de Barbies mee aankleden. Heb ik hier een jurkje. Dan heb ik hier een Barbie. En dan ga ik die weer even een jurkje aan. Ik heb goed? Deze ook een Barbie. En jij hebt, die gaat hem even aankleden. Goed zo. Die is ook aangekleed. Maar nou, en die is ook aangekleed. Nu niet zoentje. Die moet nu dan wel omleunen voor zoentje. Oh, dan ruil je de schoentjes even om. Ze kan ook wel blote voeten hebben bij je schoonhuis binnen. Maar kijk dan. Ja, leuk. Leuk die gaat pakkie. In de auto. Ja. Ondertussen heb ik de hele speelzolder leeggehaald en lekker even de stofzuiger eroverheen gehaald. Dus alles is weer helemaal schoon. Dit is zeg maar de ruimte die we tot nu toe hebben. En die gaan we nu even mooi een beetje proberen in te richten. Met plantjes en met kleedjes en dat soort dingetjes. En jongen, wat is het? Hier bij mama? Oh, je hebt een poep. Ja, poepjes. Ondertussen heb ik ook deze poef even uitgepakt. Dit is een hele grote poef. Waar je heel veel spul ook in kan doen. Ik dacht, misschien ziet het er ook wat leuker uit dan die plastic bakken. En ze kunnen er ook gewoon lekker op zitten als bankje. Dus die heb ik meegenomen. Dat is Lusjes die even voorbij komt. En ik heb dit leuke kastje. Deze, ik heb hem al uit de doos gehaald. Dit is zo'n plantenkastje. Wat je tegen de muur zet. Gehaald. Ik dacht, dat is misschien ook leuk. Want veel meer van die bakken en dingen opzetten. Scheelt als je ze zo hebt staan. Of dat je ze zo hebt staan. Dat scheelt een ruimte. Alleen die moet ik nog even in elkaar zetten. Dat ga ik zo meteen even doen. Voor de rest heb ik kussensloop gehaald. Ik heb natuurlijk best wel veel kussens. Maar ja, die zijn dan andere kleur weer. En om alles toch een beetje in een mooie poppenstijl te houden. In de Barbie-stijl te houden. Heb ik voor deze roze kleur gekozen. En dan kan ik die hoesen gewoon om die kussens doen. En dan kan ik ook weer afwisselen. En ik heb er 4 gedaan. Nee, misschien wel lekker om een soort chill plekje te creëren, zeg maar. Omdat ik ook nog dat hemeltje heb. Ik weet niet of ik het hemeltje nog ga gebruiken. Misschien wel, misschien niet. Moet ik zo even kijken. Deze vond ik ook nog wel heel erg leuk. Het zijn van die schelpenkussentjes. Ook helemaal in die stijl van poppen en Barbies. En Luxie die vond deze heel erg leuk. Dus deze heeft Luxie meegenomen. En een lekker roze pleat kleedje. En ook van die opvouwbare bakken. Kijk, zo eentje. En deze 2 hiervan, 2 van die grotere. En ik hoop dat die dus op dat plankje van die dingetje past, zeg maar. Dat je die er zo op kan zetten. Hé hey, jongen, kom even rondrijden. Kom hier even rondrijden. Ja. Ja, dat is een jouw slofje van toen jij klein was. Die gebruikten ze nou voor de poppen. Beneden moet je eigenlijk nog niet kijken, want dat moet ik allemaal nog gaan opruimen. Maar ik dacht eerst even de bovenzolder. Een beetje zo goed als klaarmaken. Dat als ook Lucilla zo meteen thuis komt, ze verrast is dat de hele poppenzolder een makeover heeft gehad. Het hekje, dat moeten we nog neerzetten. Want dit is het geworden, jongens.
Heerlijk, alles lekker opgeruimd. Die grote koepel, dat hangding, hoe heet het ook alweer? Dat hemeltje heb ik toch weggehaald, want dat was iets te pompeus voor boven op de zolder. En dit, hier wil ik dus nog dat kastje maken. Alleen dit hebben we allemaal al neergelegd. Heerlijke kleedje. Dit is echt super zacht. Lucius gaat hier ook op rollenbollen, hè? Ja, was hij helemaal op met de rollenbollen. Lekker, hè? Het zijn er trouwens twee en ik heb er twee aan elkaar gelegd. Kijk, hier zie je nog de split, zeg maar. Het zijn er dus twee lekker aan elkaar. En dan kunnen ze hier heerlijk lekker spelen en met de poppen helemaal hun gang gaan. Daar die kussentjes neergelegd. Dat zijn de hoeslakens. En ik heb kussentjes van onze eigen bank gepakt en die erop gedaan. Nou, de Barbie-auto's. Nou, de plating, kleedje eroverheen gehangen. Hier hebben ze ook nog een lekker poefding waar ze op kunnen zitten. Kun je ook nog opbergspullen in doen. Die leuke kussentjes. Daar zo lekker neergelegd. En het Barbie-huis gewoon lekker in de hoek. Zodat ze nog heel veel speelruimte over hebben. En hier wil ik dus dat plankje, dat kastje nog even gaan neerzetten. Om te kijken of dit erop past. Als dat past. En hier dan gewoon lekker de poppenspullen. Hier de kleine barbietjes zitten hierin. Hier zitten de grote barbies in. En hier zitten echt gewoon de poppen in, zeg maar. En het poppenbedje niet te vergeten. Want dat vindt Lucius ook nog heel erg leuk. Heeft hij ook een speen gevonden. Een poppenspeen. Dan ben je echt een pop. Hey. Ja, het is van de pop. Mooiste van de. Vind je dat die mooiste jurk van alle jurken? Ja. Is een hele mooie jurk, liefie. Ben je blij met je nieuwe poppenhoek? Ja. Ja? Kan je daar weer lekker spelen, hè? Ja. Hé, wat zal Sulla dus straks verrast zijn als ze thuis komt? Die weet het helemaal niet, hè? Ik zie dat jouw vriendinnen Barbies in het zwembad zitten op het dak. Ja. Kijk, die zitten hier lekker in het... of het is een jacuzzi boven. En de man staat erbij, de papa. Nee, dat is de koning van deze. Oh, dat is de koning. Oh, dat is een setje. Ik snap hem. Ga maar lekker slapen. Zeg het gedaan. Wil jij het erin leggen? Leg jij pop erin? Ja. Oh, moet ze in de kinderwagen? Nee, in mijn kinderwagen. Waar is dan die andere kinderwagen? Nou, ze is helemaal beneden. Oh, ik ga jullie meenemen naar beneden, want mama gaat de tafel dekken. Nou, we gaan weer lekker naar beneden, toch? Wat? Oh, geef je kusjes aan de pop. Dat is echt heel erg lief. Dat is echt heel lief. Even kijken, hier hebben we jouw poppenwagen. Gaan we die even tussen de rotsen vandaan halen. Ik kan belopen hier. We zijn straks allemaal opgeruimd, jongens. Ja, kom maar, nemen we die mee die kant op. Nou, jij ook je poppenwagen, jongen. Was dat leuk op school? Ja. Mooi. Hey, Sil, ik heb een boodschapje te doen. Ik wou iets uitprinten. Maar de kleur was op, zei nu wel. Wat is dat? Ink cartridge en zwarte inkt is op. Dus we gaan eerst even zwarte inkt en kleur inkt halen bij de computerwinkel. En dan moeten we nog even door naar de dierenwinkel. Want ook het vissenvoer is op. Goed? Ja. Waar gaan we naartoe, mijn kleine Maria? Ja. Jij heet Maria. Jij bent vernoemd naar de moeder van? Jezus. Zullen we hier gewoon winkelen? Kunnen we twee kaartjes aansteken? Boven de klip. De andere kant. Nu we hier toch zijn. Jij mag kiezen. Wil je een warme lumpia? Of een soft ijsje? Een soft ijsje. Een soft ijsje, nou. Met het weer. Dat is dezelfde. Gaan we wel lekker binnen zitten, toch? Ja. Of misschien eten we eerst een sausijzenbroodje en dan als toetje een softijs. Ja. Wat wil je? Lekker sausijzenbroodje met papa? Of een panini? Nee, we doen een sausijs. Oké. Want mama heeft vanavond soep met dan de broodjes die ze eigenlijk ook al had gekocht. Eet u die bij het avondeten? Goed? Is goed. Twee sausijzenbroodjes. Waar ze meenemen of die opeten? Hier eten. En wat wil je erbij drinken? Twee warme chocolademelk? Ja, twee warme chocolademelk. Met slagroom? Ja. Nou, doe maar dan, omdat het buiten zo lekker weer is. Huh? Op het weekend. Ja. De sausijzenbroodjes die worden gebakken. Ja. Dan gaan we eerst even lekker ons warme chocolademelkje opdrinken. Zal ik zo met twee? Ja. Moest toch voor die inkruidenritjes en de vissenvoer de stad in? Dan maken we er maar gelijk een date van. Huh? Mm. Een vader-dochter date. Proost. Proost. Wil je wat eens doen? Nou, mijn sausijzenbroodjes zijn gekomen. Is die nog warm, jongens? Neem eens een hapje. Zeg, Bakelen. Wat ga je bestellen? IJs. IJs? Wil je nog een soft ijs? Nou, papa neemt geen soft ijs toetje, hoor. Nee. Maar jij mag wel, goed? Ja, nee. Papa, of je kinderijsje mag met de dip. Kijk, die staat daar aan. Vind je het zo? Ja, ja, die wil ik graag. Wat heb je in je hand? Dat wil ik graag. Ja, daar wil ik heel graag een soft ijsje. Soft ijsje?
kleintje of grote? Kinderijsje. Ik kinderijsje. Van de euro, hè? Ja, wou je er nog wat op? Ja, spikkels. Spikkeltjes? heb ik nog slagen voor mijn neus? Ja. Meen je dat nou? Ja. Oh ja, had ik bewaard. Dan heb ik straks nog wat. Als u Silla een softijsje eet. Gezellig zo, hè? Ja. Dankjewel. Oeh, dat is een lekkere. Die gaat er wel in, hè? Nou, dat vond je wel, hè? Zo'n saizenbroodje waar we chocolade maken met slagroom. En nu als afsluit, dat doet je nog in. Softijs. Nu een klein busje, want de grote die zijn in bestelling. Dus die komen volgende week. Maar we hadden het over de hele maand is. En kijk, het heeft hier nog twee hele mooie. Zullen we die meenemen? We hebben ook weer twee nieuwe maaltjes. Ja, we nemen dit ook nog mee. Dit zijn weer extra, wat was het ook weer? Mosseltjes. En kijk eens. Oh, twee witjes. Zie je dat? Hoe noem je ze ook alweer? Witje. Witje en witje, kijk eens. Jullie gaan gezellig bij ons wonen in ons tropisch aquarium. De twee witte maanvisjes, mosseltjes en voer. En nu naar de computerwinkel, hè? En aangekomen bij de computerwinkel voor nieuwe inkt. Toch? Doe maar de grootste verpakking, ja? Kunnen extra veel printen. Zo, nou is het gelukt. Is laat. Nou, zet een gordel om. Ja. En op naar... huis. Jongens, ik ben hier een ei aan het maken. Ik heb worstjes in de pan. Lucius, die zit er al klaar voor. Kijk, die zit lekker aan tafel. Oh, heb jij nog een balletje, jongen? En ik heb de broodjes klaargelegd. Krijg ik nu dus echt een super lief, schattig filmpje. Waarschijnlijk hebben jullie het wel gezien. Van Daniel. Of ik ga jullie nu zien. Ik weet nog niet hoe ik het ga editen. Kijk dan. Daniel samen met Lucilla aan het lunchen bij de Hema. Wel heel erg leuk hoor. Maar ja, ik lees het dus gewoon te laat. Ik heb mijn telefoon helemaal niet gezien. Ik was gewoon lekker bezig met dat eten klaarmaken. Met die Barbies boven. Ja, liefie. Maar dan ga ik eten met Luxie en Lucius. Luxie heeft een prinsessenjurk aangedaan. Kom je lekker eten, liefie? Oh, ja. Kijk, ik had dus alles al klaargemaakt. Mama, is dat pizza met ei erop? Dit? Nee, dat is geen pizza. Dit is gewoon een gebakken ei. Wil je het proeven? Nee. Nee? Dat is lekker hoor. Trouwens, mijn jongens, als jullie denken, Farah, wat ziet je haar raar vandaag? Ik had een bed hair day vanochtend. Ik moet eigenlijk mijn haar wassen. Mama, dat is wel deze boot. Oh, hier, kijk eens, deze zijn voor jou. Daar hebben we Lucilla. Ik had net te laat gelezen dat jullie samen wat hadden gegeten. Dus ik had allemaal ei gemaakt. Zo deze, ik weet niet of deze nog wil. Een ei met een bolletje. Maar het zag er wel lekker uit, hè? Dat vanavond bij de soep. Want we hebben nog soep van gisteren. Oh ja, dat kan ook nog. Oh, die wat potato's. Nou, is wat hebben we meegenomen? Kijk eens. We hebben een zak. Ah, oh, mossels. Voor de vissen. Daar zijn ze gek op. De grootste verpakking was uitverkocht. Oh. Die wordt besteld voor de nieuwe week. Aha. En we hebben nog meer gekocht. Ja. Wat zit erin? Voor school heel erg veel wezen printen. Ja, Luan. Dat moest papa printen voor de boekhouder. Ja, papa Luan, ja, die had een werkstuk. Er was er meer, maar we hebben een week verpakkingen. Ja. En wat hebben we meegenomen, Lucilla? Hoe heet die ze? Zitten de vissen in? Ditje en ditje en ditje. Heet het ditje en ditje? We hadden twee maanvisjes die overleden waren. Ja. Ditje, oh, kijk eens. Twee nieuwe maanvisjes. Ditje oh, ditje mama, maar dit is mijn lievelingskleur. Is dat jouw lievelingskleur? Oh, leuk. Ja. Mama, maar je heet witje en witje. Witje en witje. Kunnen nou, kunnen witje en witje bij zwartje en zwartje. En die andere twee, die zijn... ja, wat is het? Even een kleur. Een beetje oranje-achtige vis is dat. Ja. Die. Die. En we hebben twee van die. En
Ja, we hebben er vier. Dat iedereen kijkt. Hey, nieuw, weer een nieuw bewoner. Wat gezellig. Hallo, hallo. Kom je dat is leuk. Overigens, ja. Mama. Ja. Overigens zijn er niet twee van. Ja, twee zwarte. Een, twee zwarte. Twee van die en twee witte. Ja. Doe maar even dicht. Nou, ga maar hier staan. Oeh. Ja, ga maar hier staan. Nee, ik sta hier. En 1, 2, 3. Wat is dit? Een jongetje. Oké, okay, nou dan moet je wel weer nog een keer even dicht doen. We hadden je even een beetje in de maling genomen, Jill. 1, 2, 3. Wauw! Tadaa! Waar heb je dit vandaan? Dit, nou, deze jurk hebben wij van de winkel gekregen. En ook deze schoentjes. Wat vind je ervan? Wow, en deze kussentjes. En zilp. Lekker chill plekje. Zilp. En schelp. Ik vind het heel mooi. En, ja? En hier is alle. Kun je helemaal lekker spelen hier. Hier, groot popje. En hier is de poppen. Alle poppen hebben we gesorteerd. En mama, alles opgeruimd. Ik zag daar een groene mat. Ja, die lag hier eerst boven. Dus heb ik naar beneden gelegd. Weet je nog, hier lag die groene, dat groene kleed. Maar dat groene kleed heb ik weggehaald. En dan heb ik deze super lekker zachte. Moest voelen. Echt. Lucius ligt hier ook al op de rollenbollen. Lekker, hè? Ik wil hier een keer overnachten. Ja. Hey, en ik heb ook die boekenkast weggehaald. Die gaan we dan beneden neerzetten. Ja. En dat hemeltje heb ik ook weggehaald. Want zo heb je veel meer plek om te spelen, joh. Ja. Zie je dat? Ja. Is wel lekker, hè? Ja. Heel leuk. En hier lekker een chill hoekje. Ja, kan je op de kussens liggen? Nee, je mag lekker gaan spelen met de poppen. Yeah. Goed? Maar Lucilla heeft op Luxie op jou gewacht. Maar zie je? Ja. Ja. Maar wil je dan deze zwart of die? Of die? Maar hier zijn ook poppen, hè? Ja, die zijn ook de nieuwe keertjes, maar die of deze of die of die. Die ben jij toch? Ja, die ben ik. Ik ben die. Oké, dan. Ja, nou, gaan jullie lekker met de poppen spelen? Ja. Gaat mama beneden alles even opruimen. En deze moet voor de liefde. Nou, kijk, dat bedoel ik dus. Dit perceel, maar deze is op zijn verliefd. Verliefd. Zo, wat een meubelige roze. Zullen jullie Barbie en Ken wel halen? Ja. Heel leuk. Lekker spelen. Alleen één vraagje aan jou, papa. Kan jij toch nog echt even dat hekje doen? Ja, voor mijn. Want die is toch een beetje. Ja, dat is dat enger. Ja, een beetje enger. Dus je gaat lekker slaapje doen, hè? Dag Barbie, Jussen. Ja, even lekker slaapje doen. Ja. Kom mee naar je feestje. Oh, tuurlijk. Kom. Hé jongens. Zullen we even storten? Kijk. Ja, nou. Dat is helemaal niet. Ik vind dat wel een leuk hoekje. Daar, voor de boeken. Waar? Naast de tv. Het eerste wat ik doe is eerst alle boeken even sorteren op een beetje gelijksoortige maat. Dus een klein beetje op grote volgorde staan, zeg maar. Dan kijkt het ook net wat netter. Dan alle boeken weer netjes in de kast zetten. Kijk, dat is toch leuk, zo'n leeskastje hier. Dan hier lekker met een stoeltje, kun je een boekje pakken en daar in het stoel lekker lezen. Naast de tv, hé. Hey. Nou, even kijken of dit knutseltafeltje... Oh, daar! Waar? Ja, maar zo
kunt nu wel bij. Mama, ja? We zijn nog niet bij Krantenaria. Dat is wel leuk aan deze wereldkaart. Daar kun je dus vlaggetjes in zetten waar we al zijn geweest. Dus ik heb ook al een vlaggetje hier gezet van onze afgelopen vakantie. We zijn hier op Cyprus geweest, naar Gran Canaria, nou in Duitsland en België en Nederland dan. Voor hopelijk gaan we met de kinderen nog heel veel mooie andere plekken ontdekken. Waar ligt Dubai? Ja, dat is een goeie. Ze willen ook nog heel graag een keertje naar Dubai. Vooral Luan, die wil echt, dat is echt zijn grootste droom, de Burj Khalifa beklimmen. Mijn droom ook hoor. Jouw droom ook? Luan houdt er zelfs een spreekwoord over. Dubai, oké, wacht even. Het ligt in een land. Dubai is natuurlijk niet een land, maar een stad. Wij hebben dus hier dat witte vlaggetje in Nederland gezet. En Dubai is dus, even kijken, Iran en dan Saoedi-Arabië. En dan daar is Dubai. Daar? Dat kleine stukje daar, dat puntje. Dat ja, en Nederland is dus daar. En wij zijn afgelopen vakantie daar op vakantie geweest, bij Gran Canaria. We zijn een keer bij Cyprus geweest, maar toen was Lucius nog niet geboren. En ook de hele speelkamer is weer opgeruimd. Die hebben we daar weer. Lucius is wakker. En Luan is weer terug uit school. Hoi jongen, ja. Was dat leuk op school? Ja, ik was gehoord, de speelkamer. Hij heeft het nog niet gezien. Oh. We hebben de speelkamer beneden opgeruimd. Maar nu kijk ik dan boven. Ja, ik moet gewoon boven kijken. Je moet eigenlijk vooral even boven kijken. Kom maar met Lucius even Ja. Door. Hoe kom je aan dit lekkere kleed? Ja. Hoe kom je aan deze lekkere kussens? En deze, en die. We hebben de zolder een beetje opgepimpt en opgeruimd. Kussens, die zijn ook denk ik nieuw. Ja, deze de kussensloops. Ja. Lekker hè? Kunnen ze hier lekker met de poppen spelen. Dat is echt lekker. Het glijdt ook echt heel lekker. Ja, dat is echt dat kleedje jongens. Echt ideaal. Kun je hier ook weer een beetje slingeren. Alleen je moet niet te hard, anders ga je naar de televisie. Oh ja. Ik ga hier. En je moet uitkijken als Lucius voor de glijbaan gaat. Een kastje. Vind je het leuk om even met mama in elkaar te zetten? Het ziet er wel ingewikkeld uit. Ja, en dit kleed dat heb ik hier even neergelegd, want dat was eigenlijk bovenop de speelzolder. Oh, ja. Maar dat had ik even neergelegd in de idee van, die ga ik zo meteen even oprollen en wegdoen. Maar toen zei Lucilla, oh man, dat is mijn oefenkleed, mijn turnkleed, mijn acrobatenbrugoefenkleed. Kan ik hier een acrobaatjes oefening op oefenen? Ah, oh, ja. Dus ze zei, wil je die laten liggen? Dan weet ik niet of het hier lekker staat op deze gang, maar voor nu wil ik hem wel eventjes... kan ze hier oefenen voor de brug en de spraat en de split wat ze maar aan doen is. En dan moet je hem tegen de muur aan zetten. Ja, tegen de muur aan zetten. Ze staat er tegen de muur. En we hadden dus vandaag iemand die jarig was, meneer Elf. En die trakteerde op chips. Lekker. Alleen, net op dat moment, toen hij zijn Arab uit de tas wou halen, lekte die heel erg. Dus zijn hele tas was nat, zijn hele geschiedenisboek was nat, zijn hele huiswerkmap was nat. En al het papier in zijn tas was helemaal nat. Okay. Dus dat was helemaal nat. Ja. En ja, zijn broodtrommel en zijn lunchpakket was ook helemaal druivens nat. Ja. Dus in de kleine pauze had hij gewoon chips gegeten. Met water. Ja. En in een grote pauze dacht van ja, maar ik heb nu niks om te eten. Ze zei van, oh, ik heb toch 3 broodjes. Ik geef je wel een lekker broodje Nutella en een cracker. Oh, dus ja, dat was lief. Ja, en toen ik dat gaf, had hij chips over. Dus ik mocht hem nog als dank een extra chips zakje extra. Dus je hebt hem mee naar huis. Nou, dat is heel lief. Kan zo lekker opsmekkelen. Ja. Chippy. Hé, ben je bezig? Oh, ja. Ja. Dus hou je hier even aan boven. Ja, dat is altijd een hele klus. En hier zo. En dan, oh, moet je zo op kunnen. En deze zit er gewoon strak. Hier dat hebben we, hè? Oh ja. Oh, dat is het leuk. Wou ik hier pakken? Ja. Dus heeft een zwaard gevonden, jongen. En ondertussen ben ik al klaar. Met het plankje in elkaar zetten. Dus dit is het geworden. Het heerlijke speelhoekje voor de kinderen. Papa. En Lucius vindt het ook leuk. Ja, papa die is nog bezig. Want kijk, papa is nog steeds bezig met het hekje te maken. Het is nog best wel een pittig klusje. Aangezien dat het een hele harde muur is. Moet papa boren, hè? Boren. Dan moeten we weer even een andere boor zoeken. Kan niet zo het hekje voor jou maken. Dan kan je hier ook lekker spelen. Zonder dat we dit open hebben, zeg maar. Om weer het hekje nog te maken. Ja. Nou, en de kinderen zijn hier nou lekker aan het hangen.
Zo grappig, kan je voor de televisie hangen aan de slingers. Dit was weer de vlog voor vandaag. Ik ga zo lekker eten koken en Luan gaat zo naar koor en kinderen kunnen lekker keuvelen en spelen. En dan zit de dag er alweer om, maar het weekend is begonnen. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Want de tijd vliegt snel voorbij.